Als atriumfibrilleren langer dan 2 dagen duurt of steeds terugkomt, krijgt u meestal bloedverdunners. De kans op een bloedstolsel en op een beroerte wordt daardoor kleiner. Er zijn 2 soorten bloedverdunners, coumarines en DOAX. De meeste mensen krijgen als stollingsremmer een coumarine, zoals arsenocoumarol of fenprocoumon. U krijgt de eerste dag 4 of 6 tabletten. Daarna neemt u geleidelijk minder pillen tot u op het aantal zit dat bij u past. Dat is meestal 1 tot 2 tabletten per dag. Neem de tabletten elke avond in. Als u coumarinetabletten slikt, controleert de trombosedienst regelmatig uw bloed. Als uw bloed te dun is, heeft u meer kans op een bloeding. Als uw bloed niet dun genoeg is, heeft u weer meer kans op een bloedstolsel. De trombosedienst vertelt u telkens hoeveel tabletten u in moet nemen. U kunt ook thuis uw bloed controleren met een bloeddiktemetertje van de apotheek. De uitslag kunt u dan zelf doorgeven aan de trombosedienst. De andere bloedverdunners heten DOAX. Voorbeelden van DOAX zijn dabigatran en rivaroxaban. Bij DOAX neemt u elke dag dezelfde hoeveelheid tabletten in. Meestal 1 of 2 tabletten per dag. Als u dagelijks DOAX gebruikt, hoeft de dikte van uw bloed niet gecontroleerd te worden. Bij atriumfibrilleren slikt u de bloedverdunners meestal levenslang. Met bloedverdunners kunnen wondjes langer blijven bloeden en ontstaan er makkelijker blauwe plekken. Ook kunt u bijvoorbeeld eerder een bloeding in uw oogwit of een neusbloeding krijgen. De dikte van uw bloed kan veranderen als u koorts of diarree heeft en ook als u andere medicijnen gaat gebruiken, zoals antibiotica, ibuprofen, naproxen of diclofenac. Houd daar rekening mee en bespreek het met uw huisarts, apotheek of trombosedienst.